vereniging, de oudste vereniging, Leo Vogels. Daar ben je de nieuwe voorzitter? Ja, nou, ik ben mooi nog in voorzitterschap oppakken, ja, klopt. Hoe moeilijk is het westen, het Aroene hier voor je om een opvolger voor Theo Draaier te vinden? Ja, in zekere zin wel dreigend, want Theo Draaier, onze oud-trainer voorzitter, die heeft het van de vereniging en die heeft een heel soort dingen. Ja, en dat gaat dan invullen, dat is dan wel even dreig. Maar ik denk wel dat het wel goed komt, ja. Het is ook een soort generatieoverbrugging, maar we het zo nemen? Ja, misschien ik wel. En de tieten die verhoren wat. Chef voor hen bestuur die een soort. Maar dat moet ik al een beetje verhoren worden. En ja, dat hebben wij nog voor. Hè? Je zult meer met commissies werken in. Ik lees dat je moeite hier om de jeugdcommissie te geerstal. Nee, dat volgens mij misschien, maar de jeugdcommissie geeft misschien wel, maar het is meer de jeugd binnen de vereniging houden en daar wat, dat vooral op te pakken. Nee, maar ik denk als het al één keer jeugd is, dan is een jeugdcommissie valt wel mooi. Dat is net moeilijk om dat dan geert te vetten, zeg maar. Wat ben je verder hier in plan? Heb je een grote plan? Nee. Eerst maar eens consolideren en wat er deelt zetten is, dat maar eens even trots zetten. Hoor. Want de is best wel gebeurd, een soort gebeurd. Als kidsvereniging heb ik wel van zo'n dingen. Nou ja, probeer dat eerst maar eens goed op uit te zetten en dat trot te bouwen. Zo is dat al die jeugdcommissies wel te krijgen. Je hebt hier gehoord dat je hem hier Vreule winst en Jong Nederland winst. Dat we eigenlijk gewoon aan het worden. Nee, je hebt altijd, altijd een piek in en dalen. No, en een half is maar wat een feest. En had je altijd wat minder, dat kan het alleen maar beter gaan. No. Dus daar hou je maar op vast. Zij is ik. Daar heeft meer compaan om die hinnen. Reinhard Monsmeer daarin je van. Ronald van Vlieten daarin je van. Binnen het meesken waarvan dat je me zei van oké, nou hier geef je wel eens een keer nooit denken van oké, wat wie vroeger kennen? Ja, natuurlijk. Ik wel heen. Als je bij nou ik zo mijn nog in je zoek het naar wandel. Die had wel ideeën. En ik denk, je moet gewoon dat ding wat uitzetten. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Dat heb ik al nooit gedacht. Iedereen wil wel iets van. Alleen nog net, nou, maar je aan is een heel soort. En daar moet je gewoon wat meer werk van maken. En ik denk dat je dat een beetje op poorten zet, dat het dan best wel goed te doen is. Die hart wie ik voorzitter, viel ze als de volgende Vogels? Nee, net zo. Je viel je dan, omdat je altijd keert hebt, dus dan zoveel dingen, dan viel je altijd dan verplicht. Maar dan neem je wel de verantwoordelijkheid om dat ik weer mooi op te pakken. Nou ja, en ik vind. Dat vooral, je verantwoordelijkheid om het toch wel trots te zetten. En dat is natuurlijk een machtig mooi speeltje. Ja, en dat je zou om je heen is, heb ik een heel soort vrijwilligers. Ja, echt iedereen wil wat van. En het is natuurlijk hartstikke gezellig, hartstikke mooi. En zo'n dag is het ik, maar zo ook waar. Nou, dan organiseer je het natuurlijk graag.